vrienden allemaal uit Lier. Ik hoor hier zo uit, ik heb ook al gehoord dat er hier mensen van Nijlen zijn, Bernard, Heist op den Berg, Putten, dus Lier, Groot Lier en alle randgemeenten zal ik maar zeggen. Hartelijk welkom, bedankt dat jullie naar hier zijn gekomen voor dit eerste bal met de burgemeester. Wij doen dat bal niet voor onszelf, maar u weet het al wel, wij willen de opbrengst hiervan geven, schenken aan mensen die ieder dag, dag in dag uit, heel goed werk leveren. Wij gaan namelijk de opbrengst van dit bal schenken aan De Brand. De Brand is een instelling in Lier, in de Sint-Daarstraat, die zich dagelijks bekommert om mensen met een beperking. U weet zeker dat dergelijk werk dat vereist heel wat man- en vrouwwerk uiteraard, maar ook heel wat financiële middelen zijn daarvoor nodig. En we gaan dus de opbrengst van deze avond aan die mensen schenken. Ik wil trouwens de begeleiders en de directie van De Brand hier heel hartelijk begroeten. Dank u wel. Dank u wel. Graag een applaus. Dank u wel. Beste mensen, jullie hebben ook daarmee nog een tombola organiseren voor de aanwezigen hier. En u ziet hier achter mij al een zeer mooie fiets staan, geschonken door de Lierse rijwielfabriek Lavenier. Daar zit ook nog een mooi koffiezetapparaat bij. En er is een enveloppe, dat is natuurlijk die handslag, dat is een beetje een verrassing. Maar het is wel een heel aangename verrassing, die is geschonken door het Vlaams Nationaal Ziekenfonds. En als u dat wint, dan gaat u eerst van grond en daarna gaat u veilig terug landen. Dus beste mensen, straks komt die tombola. Ik wens u allemaal nog een heel aangename en heel prettige avond. Een avond ook met veel drank en eetgenot. Natuurlijk, we verwachten wel dat u wel een pintje verzet of een drankje verzet, maar zorg alsjeblieft dat je goed veilig weer thuis komt en dat je zorgt voor een bol. Ik wil vooraleer dat we de avond echt laten starten nog winnen van de organisatie van zo'n bal zoals dit. Dat vraagt werk en bijdrage van heel veel mensen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar ik wil toch een persoon daarvan even in de bloemetjes zetten. Iemand die de leiding heeft genomen van de organisatie, die initiatieven heeft genomen. En dat is onze beste Mara. Mara is de drijvende kracht geweest achter die bal. En zij verdient een bloemetje. Mara, komt er even bij. Voilà, voor degenen die ze nog niet zouden kennen, dat is ons Mara. Voilà, alsjeblieft en heel erg bedankt. Thank you.
Je suis sûr que j'ai décidé